Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe energie, de nieuwe maanenergie in tweeling. Eerder is al een video online gekomen dat ook op 6 juni de Engelenpoort-energie actief is. Er is een algemene reading online gekomen van deze week. Dus er zijn 3 readingen die een beetje in deze energiestroom meegaan. Ik heb ook vandaag de appetiet klaar mogen leggen. Een hele mooie, krachtige edelsteen. Stimuleert de communicatie, maar ook het stukje zelfexpressie en bevordert geestelijke, lichamelijke, maar ook spirituele groei. Het maakt je opener en socialer. Waarbij je bepaalde uitputting en lusteloosheid tegen kunt gaan. En ook het stukje prikkelbaarheid. Dus als jij merkt dat de energie intens is, dan kan een appetiet jou helpen om deze stroming beter te behappen. Dus ook af te schakelen van negatieve gevoelens die je beschermen, maar vervolgens ook communicatief beter kan laten praten. Nu gaan we eens even kijken, want we hebben dus die nieuwe maan dit keer in het teken tweeling staan. Deze nieuwe maan geeft ons dus de ruimte om het voordeel te doen van die communicatie-eigenschap van de tweeling. Dus mocht jij al de voordeel van deze energie met je mee kunnen nemen waar de tweeling mee verbonden is, in combinatie met die appetiet kan het dus ook nog extra ondersteuning bieden. Tweeling houdt dus echt wel van communiceren, eigenlijk op alle mogelijke manieren. Het stukje lezen, spreken, maar ook het stukje denken is een onderdeel van de tweeling. Ook het sociale element wordt met deze nieuwe maan nog eens extra aangeprikt. Ook kan het zijn dat deze maan onzekerheid gaat activeren als deze nog steeds in je schuilt. En dan is dus belangrijk om die edelsteen extra bij je te dragen. Eventueel rozenkwarts is een mooie ondersteunende edelsteen om nog bij je te dragen. Om dan eigenlijk die verandering neer te kunnen zetten om dichter bij jezelf te komen staan. Om je zekerheid meer te activeren. Het is tijd om alles ook wel wat luchtiger te houden. En deze energie kan ook weer voor een nieuwe stroming, een nieuwe flow gaan zorgen om ook de ruimte te gaan nemen voor een nieuwe verandering. Het voelt voor mij ook dat je je eigen er een beetje in hebt geblokkeerd om de verandering in te zetten, maar je mag de ruimte er ook voor gaan nemen. Ga opener dus in het leven staan. Een opere houding zorgt er ook voor dat je meer kunt gaan ontvangen, maar ook de verlangens die je hebt ook naar je toe kunt halen. Probeer het leven niet enkel als zwart en wit te zien, maar maak het ook niet complexer als iets is. Dan merk je dat de stroming in de positieve zin ook bevorderd zal gaan worden. En dat je dus ook nieuwe mogelijkheden kunt gaan creëren op eigenlijk alle facetten van het leven. We gaan deze even lekker aan de kant leggen. Zoals je ziet heb ik al kaartendeks klaargelegd. We gaan beginnen met wat orakelkaarten. Even kijken of dat ik het allemaal wel aan heb staan. Niet dat ik heb straks namelijk, wilde ik ook al een keer de reading starten. En toen had ik de camera niet aangezet. Dus, en toen kwam er weer een telefoontje tussen. Dus nu heb ik weer de ruimte voor jullie. Maar ik wilde wel even checken of dat ik dit keer wel op en aan het nemen was. Gelukkig, hè? We hebben tijd voor heling als grauwe maan. Het spirituele stuk gaat verder ontwikkeld worden en ook verder geopend worden. Waardoor dus ook heling naar de oppervlakte gaat komen. En dat heeft er vooral mee te maken dat doordat jij verder spiritueel aan het groeien bent, merk je dus ook dat alles wat daar nog voor zit, aangekeken gaat worden. En dat is dus wat de komende tijd gaat beginnen. Er wacht je een nieuw begin. Nu is er van de week een video online gekomen over de 6-6 Engelenpoort. Dit zijn de activatiedagen die ook te maken hebben met de Leeuwenpoort van 8 augustus. Dus de periode die dus nu komen gaat, de komende 2 maanden, zorgt er ook voor dat je naar die vernieuwing kunt. Want door die Leeuwenpoort gaan, dan ga je dus door die vernieuwing heen. En dat is dus ook het nieuwe begin wat ik hier zie liggen. Met deze nieuwe maanenergie.
Maar we gaan eens even verder kijken wat er nog aan toegevoegd mag worden. Hoe? Take a breather. Kreeftenergie. Kreeft is natuurlijk ook al het emotionele teken in de dierenriem. Maar ook het omarmen van het familiaire stukje. Het klaarstaan voor iedereen. En let op in deze komende periode dat als je klaarstaat voor een ander, dat je ook tijd hebt genomen voor jezelf om in deze tijd ook je balans te blijven behouden. Het is dus belangrijk om echt ook op emotioneel vlak te gaan kijken. Waar ligt mijn grens? Wat kan ik behappen op dit moment? En wat mag ik even laten voor wat het is? Denk in gedachten. Nieuwe maan in Gemini. Oké. Dus je krijgt te maken wel met dat denken en dat hartgevoel. Hè. Er zal een bepaalde disbalans af en toe invoelbaar zijn met deze maanenergie. Maar het voelt voor mij niet als dat het jou te neer zal slaan. Maar dat jij gewoon even wakker wordt geschud. Je wordt echt even wakker geschud van God, huppatee, je mag er nu mee aan de slag. Een nieuwe begin ligt al op jou te wachten. Je mag dit omarmen, je mag je eigen ervoor openstellen. En laat het maar gewoon stromen. Wow. Grenzen. Leer duidelijk aan te geven waar jouw grenzen liggen om je eigen energie te behouden. Dus wat ik net al aangaf, als je voor altijd voor anderen klaarstaat en je bent een heel zorgzaam type, voel dan wat goed voelt voor jou. Behoud ook je eigen energie om je eigen gewoon vooruit te kunnen zetten, om het zo maar te noemen. Hè? Niet dat jij alle energie aan een ander geeft en als jij een eigen activiteit hebt wat voor jou zelf is, dat je dan geen puff meer hebt. Dus dat is belangrijk. En we hebben de zon mag weer gaan schijnen. Weet dat jij de kracht bezit om door positieve gedachten een verandering aan te brengen in deze mindere periode. Nu voelt het voor mij dat heel veel mensen al door die periode heen zijn geweest de afgelopen tijd. En dat nu het zonnetje weer gaat schijnen en dat je nu daarin eigenlijk de resultaten begint te zien. Maar we gaan eens even met de tarot verder kijken wat er nog aan toegevoegd mag worden voor deze maanreading, die nieuwe maan in tweeling. Oké, wat mogen we weten voor deze energiestroom? Voor 6-6. Oké. We krijgen de 7 van staven op kop. We krijgen de 9 van zwaarden op kop. En de 7 van zwaarden. Wat duidelijk weergeeft is dat er af en toe een gebrek aan vertrouwen in jezelf is. Hoe kan ik iets verwezenlijken? Hoe kan ik bepaalde negatieve patronen doorbreken en dit ook doorbroken houden? Blijf ik af en toe ook mijn energie weggeven aan anderen of kan ik hierin mijn grens bepalen? En het hoeft niet net als hier die prikkeldraden dat het ook echt gewoon heel statig is. Nee, je kunt het ook gewoon met lieve zachte energie uitbrengen. En dit heeft er vooral mee te maken dat jij het leven weer mag omarmen in die volle glorie. Ik zie hier de 11-11. Dus 11-11 kan een onderdeel zijn wat jij meer gaat zien de komende tijd. Dit kan in digitale getallen zijn van je klok. Dit kan bij stoplichten zijn. Misschien in de krant. Misschien op een nummerbord. Maakt niet uit. Hè? Misschien in een telefoonnummer. Maar jij zult meer zien waar jouw rode draad van het leven naartoe gaat. En dat jij een bepaalde viering van het leven weer zelf kunt gaan creëren. Het is dus best wel wat intensiteit wat jij misschien kunt gaan voelen en ervaren deze komende tijd. Maar jij hebt alle tools binnen handbereik om hier doorheen te gaan. En jij weet ook hoe je dit neer kunt zetten in de positieve zin. We krijgen daarbij de lovers. Oké. Mag ik nog een extra kaart? Vanuit liefde voor jezelf kun je uit een vastzittend patroon komen. Dus het is niet direct dat ik voel van oké, je krijgt een liefdespartner op je pad als jij als single aan het kijken bent of je bent in een verbinding, maar er is even een stagnatie in jullie
in jullie liefdesavontuur. We krijgen de 8 van zwaarden. Maar dit voelt voor mij dat angsten, illusies opgebrand gaan worden. Dit domineert niet meer jouw leven. En dit zorgt er dan ook voor dat jij weer ademruimte gaat krijgen. Het kan zijn dat jij altijd maar aan het zorgen bent geweest voor een ander. En dat het universum daar zelf nu op in gaat grijpen. Dat jij daar geen aandacht meer aan hoeft te spenderen. En dat kan zijn omdat je altijd op het werk misschien mensen pleziert om hun te ondersteunen met hun functie. Terwijl jij je eigen takenpakket al hebt. Of misschien in de thuissituatie dat in één keer je partner wel de handen uit de mouwen gaat steken om mee te helpen, om te ondersteunen. En dat jij gewoon even pas op de plaats kunt maken. Dus er wordt via het universum wel zo dingen geregisseerd, zodat jij uit die vastzittende positie kunt komen. Voor een enkeling kan dit ook een situatie zijn wat intenser is en minder prettig om te doorlopen. Maar dat het wel op dit moment gebeurt, omdat je dan weer ruimte gaat krijgen voor je eigen ruimte en adempauze. Die herstel en heling komt weer naar voren. Dus het is belangrijk hier ook gehoor aan te geven. Om de tijd ervoor te nemen. Om ook met oprecht en eerlijkheid te zeggen van oké, ik heb inderdaad nu even tijd voor mezelf nodig. Dit is mijn grens. Ik trek me even terug. En vanuit daar ga ik weer vol passie mijn verdere pas voortzetten. En of dat nou een andere pas is of dezelfde pas, dat zal voor iedereen anders zijn. Maar al is het dezelfde pas, dit zal wel met een vernieuwde energie zijn. Waardoor je dus toch eigenlijk een nieuw pad bewandelt. Omdat de energie anders is. En dat komt omdat jij iets los aan het koppelen bent. En dat heeft te maken met oude conditioneringen, gedachtepatronen, oude grenzen. Je gaat nieuwe grenzen neerzetten. Wat nu op dit moment met jou connect. Omdat jij spiritueel verder aan het groeien bent. Je kunt je eigen voorstellen. Dat is ook als jij kinderen hebt. Als ze jonger zijn. Heb je andere eisen en grenzen aan hun opvoedkundige vooruitgang. Als dat jij bijvoorbeeld als ouder een tiener in een bepaalde stabiliteit probeert te behouden. Er zijn altijd elementen wat het leven met zich meebrengt, dat iets niet loopt zoals je het zo graag zou willen. Maar dan is het nog zo van, je kunt wel het mooiste eruit halen wat je zou willen creëren. En dit is wat er nu gaat gebeuren. Ondanks dat er af en toe momenten zullen zijn dat je zoiets hebt van, het overkomt mij weer. Je kunt er ook de positieve mogelijkheden uit opdoen. En je kunt dan ook merken van, al heb jij een hele dag gehad waarbij 9 dingen helemaal niet fijn waren, maar er gebeurt maar 1 element wat als positief is. Hoe klein dat element ook is, probeer dit te gaan vergroten, zodat het negatieve in de mindering wordt gebracht. Ondanks dat dit met een grotere aantal was, zal dat positieve de overhand gaan nemen. En dit is wat er dus nu gecreëerd gaat worden in jouw leven. De positieve elementen gaan de overhand krijgen. En er zullen dan ook in die 10 van munten naar voren gaan komen. Een grotere stabiliteit. Wat ik al aangaf volgens mij in de reading van de week. Je gaat iets ook creëren op financieel materieel vlak. Wat hogere standaarden bevat. En niet zozeer in geldstandaarden. Maar meer in wat voor jou compatible is met de energiestroom waar jij op dit moment in zit. Dat wil totaal niet zeggen dat er een duurdere auto of een groter huis op je pad komt. Het kan zelfs zijn dat je gaat downsizen qua woonomgeving. Ik zie namelijk voor sommigen ook een soort tiny house-achtig iets naar voren komen. Omdat dat meer in jouw energiestroom past op dit moment. En die veranderingen kunnen voor meerdere mensen nu gaan komen. En dat is dus ook die ontkoppeling in bepaalde processen. Waarbij jij nu een nieuwe groei gaat maken. Het leven ga jij anders benaderen. Je gaat het anders omarmen. En je zult ook merken dat de nieuwe energiestroom jou gelukkiger zal maken. Meer stabiliteit zal geven. Maar het niet pertinent financieel ook meer voorspoed gaat bieden. Omdat je met minder ook genoegen neemt. Nu is het wel zo dat het leven natuurlijk ontzettend duur is geworden de afgelopen periode. En
Je zult genoeg hebben op dat moment dan ook voor je gewoon de dagelijkse activiteiten en boodschappen bijvoorbeeld te kunnen gaan doen. Maar ik zie ook voor sommigen dat je een soort moestuintje misschien aan gaat leggen. Het zelf creëren van je eten. Het ontwikkelen, het kweken van je eten. Voor sommigen zal het zijn dat je ook meer biologisch daarom ook gaat nuttigen. Biologisch staat natuurlijk in de schappen van de supermarkt best wel hoog geprijsd altijd. Maar als jij veel liefde gaat geven aan de zaadjes die je plant, ook van de groenten die je in de grond stopt. Voor mijn part heb je een balkonnetje en je stopt daar wat potten in, zet wat potten aan de kant en je kunt ook wat eigen groenten gaan kweken, dan heb je daar alweer stappen in gewonnen. Het enige wat jij erin hoeft te stoppen is liefde, zonlicht en water. We krijgen daarbij de page van munten. Het is dus een nieuw pad wat je gaat bewandelen, wat wel dus gekoppeld is aan, ondanks dat het een nieuw element is, is het wel een hogere stabiliteit wat het al meer met zich mee gaat brengen. Je gaat nieuwe lessen halen uit dit nieuwe proces. Ook het stukje misschien wat ik al zei, hè? Het zelf creëren, een tiny house, meer off-grid gaan wonen. Misschien ben je er zelf al mee bezig. Misschien het stukje, wat ik al zei, hè? Het groentelen, kweken. Het zijn allemaal kleine dingen waar jij al je voordeel in kunt halen met deze energiestroom. Ik pak er nog wat kaarten bij. Voor deze nieuwe maan in tweeling. Maar dat je je oude jasje echt af aan het gooien bent, dat is een feit. Er gaat echt een nieuwe richting bepaald worden. De stappen die je daarin zet zijn door jezelf bepaald. Dat hoeft een ander niet te doen. Jij kunt je eigen voeten de richting in zetten en bewandelen waar jij zelf behoefte aan hebt. Oké, wat krijgen we eruit? We krijgen de 2 van bekers, de 6 van munten, 10 van staven. We krijgen de 8 van bekers en de 3 van munten. Dus als jij maar volgens jouw zielspad gaat blijven lopen, zul jij je stabiliteit hoog kunnen houden. Kun je dus ook merken dat de kennis die je hebt gehad ook voortgezet kan worden op een nieuw pad. Een gelukkiger pad. Een ander pad. En gelukkiger omdat jij meer in die kleine momenten gaat leven. Meer daarin gaat samenwerken. Het voelt ook dat jij meer gaat connecten met mensen die in diezelfde energiestroom gaan zitten. Dat je van elkaar kunt leren. En dit zal jouw herstel ook gaan bevorderen. We krijgen die helingkaart toch wel al een paar keer in beeld. Eens even kijken of dat ik hem zo erbij kan leggen. Belangrijk stukje dus. Die vernieuwing zit er dus aan te komen. Het stukje samenwerking. Misschien kun je samen met iemand een moestuintje gaan beginnen. Je hebt van die bij elke gemeente heb je wel van die, heet dat? Ik weet niet eens hoe je het noemt. Hier heb je dat ook in de buurt. Van die moestuintjes waar je dan op in kunt schrijven. En als je dan aan de beurt bent, dan mag je daar gebruik van maken. Wij hebben hier trouwens ook bij een dorp verderop, hebben we ook een gezamenlijke moestuin. Dan kun je lid worden van die vereniging. Dan mag je zelf meehelpen om de werkzaamheden te verrichten in de moestuin. Maar je mag ook daar de oogst meenemen. Wel natuurlijk in mate dat iedereen ook kans heeft om bepaalde groenten en fruit te kunnen nuttigen. Maar dat is ook een heel mooi exemplaar met bepaalde samenwerkingen. En dit is de energiestroom wat in het collectief dus ook meer en meer naar voren gaat komen. Naast al die ellendige elementen in het leven waar we de laatste tijd veel in het nieuws over horen. Ik ben een persoon die eigenlijk het nieuws niet volgt. Maar als je zo op een feestje zit of een verjaardag. Of je zit bij de kapper en je hoort de radio. En ze hebben het erover. Dan blijf ik elke keer weer gespannen zitten wat er dan weer naar voren komt. Het is altijd negatief wat daarop komt. En
Ik merk ook dat jij daar meer afstand van gaat doen, zodat die energie van al dat nieuws jou niet gaat belemmeren in de positieve stroming die jij vooruit wil zetten. Jouw stabiliteit kun jij hoog houden, jouw creativiteit en jouw waarheid zal de wereld kunnen creëren, maar ook het oude achter je laten. Dit kan voor sommigen best wel als verrassing komen, vooral als ik het dan even terugkoppel op het stukje tiny house of een groter huis of een grotere auto achterwege laten om kleiner te gaan wonen. Want ik voel echt dat een aantal van jullie willen gaan downsizen. Misschien wil je naar het buitenland gaan verhuizen of bij een buurland of wat dan ook. Het voelt voor mij namelijk dat jij met minder genoegen gaat nemen, maar veel gelukkiger zult gaan zijn. En als je deze energiestroom hoog kunt houden, kan er heel veel nieuwe mooie voordeel naar jou toe gaan komen met deze nieuwe maan. Maar natuurlijk ook met die 6-6 engelenpoort. Alles wat nu geactiveerd wordt, ook met deze nieuwe maanenergie, omdat het op 6-6 is, zal alles meegenomen worden naar die vernieuwing door die leeuwenpoortenergie. Dus alles begint nu te stromen om vervolgens over een paar maanden nog meer te ontkoppelen en die vernieuwing in te mogen stappen. Ik pak als laatste nog een engelenboodschap voor jullie om de reading af te gaan sluiten. En dan hoop ik dat deze reading jullie mooie nieuwe inzichten heeft mogen geven. Laat ook vooral weten als jij iets aan deze reading hebt gehad of dat je zoiets hebt van dit is mijn tijdlijn, klopt helemaal. Misschien kloppen er deeltjes van. Laat dan vooral een berichtje achter. Ik vind het altijd ontzettend leuk om deze berichten te lezen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, lijkt het me ook ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Daarbij pik ik jouw energie ook eerder op als ik afstem op het kanaal voor collectieve berichten. Dus dat zou heel erg mooi zijn. Plus het is gratis. Als je het belletje aanklikt, krijg je ook nog een melding van YouTube als ik een nieuwe video heb gepost. We krijgen Francesca. Wat is je grootste wens op dit moment? Visualiseer hem en het zal in orde komen. Negativiteit zal het proces tegenhouden. Nou, precies wat ik zei, hè? Negatieve gedachten lekker loslaten. Dat kleine ene positieve puntje als je dat op een dag meemaakt. Vergroot deze om deze aandacht te geven. Visualiseer het allermooiste, hoogste, haalbaarste tijdlijntje wat je maar zou willen. En dan kan alles mogelijk worden. Want jij bent de creator van je eigen leven. Jij kunt het pas inzetten naar de richting die jij wil creëren. En dat is mijn boodschap vandaag voor jullie, voor deze nieuwe maanenergie. Wat ik al zei, laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. En ik wens jullie een mooie energiedag toe. En tot de volgende video. Doei doei!